Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag gaan we al onze spullen verkopen. Op de markt. Let's go. Wat hebben wij een spullen zeg. Ja, maar ja, dat gaan we dus verkopen. Dat is dus de bedoeling om te gaan verkopen. Ja. We gaan even nog meer bij elkaar verzamelen. Inderdaad, dit is het perfecte moment om eventjes te doen. We komen er wel laat bij, want het is morgen al. Ja, inderdaad. Dat gaan we doen. We zitten ook een beetje met het ding. Wat mag je nou precies verkopen? We hebben namelijk ook nog kat 1 vuurwerk, een beetje. Niet heel erg veel. Maar we dachten, misschien kunnen we het ook verkopen, maar ik weet niet of dat mag. Ik denk dat dat wel hard gaat. Nou, je mag het niet versturen. Nee. Moeten we even kijken. Even googelen misschien. Ja, ja, ja. Of anders bel ik eventjes een agentje misschien. Dat vragen van hoe het een wijkagent of zo. Ik denk tot zoveel kilo weer en dan helemaal toppie, jongens. Ja, zoiets. Dat lijkt Zolang me je maar weer 16 plus bent. Veel onderzoekwerk, maar wat ik wel weet is dat we heel veel troep hebben. En dat gaat allemaal verkocht worden. Ook over de knuffels gesproken. We hebben ontzettend veel knuffels. En dat hebben we ook altijd gezegd. Dat willen we aan het goede doel geven. Ja. Maar dat goede doel wil dat niet in verband met ziektes. En die zeiden ook al van verkopen. Dan geeft dat geld dan aan ons. Dus ja, dan is dit een mooi moment. Al het geld wat we binnenhalen. Met knuffels gaan we een apart potje van maken. Dat gaat in het aparte potje voor het goede doel. Of we maken er misschien een grabbelton van. En al dat geld van een grabbelton is ook voor inderdaad, het goede doel. Maar al die knuffels inderdaad, wat ermee opgehaald wordt, gaat naar het goede doel. Win-win situatie, maar ik ben heel benieuwd wat we gaan ophalen. Laten we met al deze spullen... Ik hoop dat we een mooi plekje hebben, want we hebben zoveel. Net als hier zo'n Blade-baan, een net PS5, een popcornmachine, een slush-popcornmachine. We gaan alles uitstallen, dat zien jullie alles heel erg mooi. Ben jij aan het doen? Dan gaan we een grabbelton maken met allemaal van dit soort propjes. Dan gaat er in het midden van dit propje komt er straks een sticker met winnaar. Zo, ik snij mezelf gewoon even open hier dan. Dus en dit wordt onze grabbeldoos. Als je er eentje hebt met bloed, heb je zeker verloren. Ja, dat is hem niet. Winnaar! De winnaar! Met een bloedvingertje. Nee, dat is goed, dat is wel het mond. Ja, plak hem maar op eentje. Nice, nou die wint de knuffel. Ik kom helpen snipperen. Het is wel een mooi grabbeltonnetje hoor, zo. Ja, echt. Er is nog één ding niet duidelijk. Wat de fuck ben je? Een beer. De grote... Mega knuffel. Dus we moeten even, we ook nog even uitvinden. Even mega knuffel. Prijs, mega knuffel, dat. We zijn aangekomen, in de stad. Daar begint de drukte. Ja. We hebben allemaal spullen bij ons. Ja, het feest kan beginnen. Ja. Het is erg laat, volgens mij is het 11:30 of zo, 11 uur, geen idee. Maar let maar op, wij zoeken. Vinden een plek hoor. 100%. Let maar op. Lopen door de stad met die spullen, het is niet te tillen, zet het neer. Oh. Ach, ik hou het gewoon niet meer. Die doos is zo zwaar. Ja, geen plekje, niks joh. Oh. Het is zo druk, we kunnen hier wel in zo'n zijhoek zitten. Maar ja, dat wil je ook niet. Dat is zeer zeker waar. Wij willen gewoon in de volle hoofdstraat. Maar ja, dat zijn de beste plekken. Zou ik anders even snel een rondje lopen? Als ik een plekje bel ik. Ja, is goed. We hebben hier een soort van plekje. We kunnen gewoon een plekje creëren. Een smal plekje. Stel we zetten hem een beetje zo. Kom, doen dat. We trekken hem gewoon door. Dan lopen mensen er automatisch omheen. Prop hem neer. Hoppa. Zo. Oké, snel Bart bellen. Daar hebben we alle spullen. Ja, inderdaad. Is snel uitgooien dat die zooi. Zo claimen we die plekken. Zo claimen we die plekken. Hé, hey, wij staan bij de Backwork met een prachtig plekje. We hebben een hoeksuite geregeld. Ja. Is het gelukt allemaal? Ja. Alles. Ja, een paar kinderen hebben een oog kwijt van een doospunt in hun oog. Kan gebeuren. Ging het prima. Nou, nice. Mooi begin. Hoi. Kijk eens, knuffeltjes erbij. We hebben echt een perfect plekje hoor, op de hoek. Ja, echt perfect. We hebben een hoeksuite hoor. Ja. Nou, even mijn jasje uit. Ja, en meer spullen halen. Zakken vol. Kijk eens, deze knuffel zit oranje hoor. Ja. Ja, ik ben ervoor hè. Ja, jij bent voor de marketing hè hier. Ja, ja. Kom maar. Kijk eens, alles mooi neerzetten. Oké. Okay. PlayStation 5. Op Koningsdag. Hier de prijs. Alles. Even klemmen. Het moet wel voorop. Hè? Het moet wel. Ja, maar we hebben ook dat prachtige grabbelton. Ja, die moet snel gehaald worden. Ja. Zal ik even... Ja, is goed. Dan gaan wij even hier alles opstallen. Het is zo sick druk. Er komen allemaal al mensen hier. Oh. Ze vragen wat die knuffels kosten. Ik moet nog de prijzen moet nog gaan uitzoeken. Ik ben nu bezig voor de aanstekers. Want die zijn heel makkelijk op zoek op internet. Min wat korting. Dus een dingetje van 10 euro wordt 5 euro. Dat is gewoon 50% korting. Maar we moeten even uitzoeken wat die knuffels ook gaan kosten. En mensen moeten weten dat het voor het goede doel is. Want al het geld gaat natuurlijk naar het goede doel. Maar ze liggen er wel echt mooi bij. En die knuffels zijn echt populair. Echt, het gaat zo verschrikkelijk hard. Ik heb hier alweer een klant, aangenaam. Jij wilde deze voor het tientje, dus dat wordt een mooie deal. Als het. Dank u wel, fijne dag, veel plezier ermee. Knuffels gaan zo verschrikkelijk hard. We hebben echt al heel potje, dit is voor het goede doel. Zit al helemaal gevuld, 10 euro, we zitten nu al op 12,50. Al die knuffels doen we allemaal, zeg maar die Disney dingen worden 5 euro, die 2,50. Dat wordt een tientje en die grote knuffels worden dus de grabbelton. Ja, kijk, daar komen ze aan. Het is een chaos, gooi het neer. Ja, gooi maar neer. Oh, het is zo druk. We hebben echt zoveel verkocht. Die knuffels is niet normaal. Gaan die knuffels hard? Ja, en aansteken zo. We moeten eigenlijk nog een keer lopen. Ja? Nog die gordijnen, die nerfpistools. Ja, het is echt niet te doen. Meer. Het is zo gaaf. Ik kom niet eens aan de prijzen toe. Kijk, iedereen die knuffels. Ja, ook iedereen zegt van, oh, leuke knuffel, wat heb je die vandaan? Ja, het is niet normaal. Het is zo'n chaos. Ja, het is echt ongekend. Echt niet normaal. Wat is er allemaal verkocht al? De machine, de bubbelmachine. Iedereen kijkt naar die PlayStation. Die knuffels, kijk, gaan de popcornmachine is weg. Als een malle. Die hadden we niet, denk ik. Hier staan.
Audi zit hieronder. Oh ja, nice. Nou, hier heb ik dus nu weer een tientje. Ik heb toch, hier sta ik letterlijk en ik wil proberen te filmen en oh, het is drama. Maar goed, het gaat goed, het gaat goed. Moet je kijken hoe druk het gewoon hier al is. Het is echt ongekend. Kijk eens, en de grabbelton, dat gaat hard hoor. Dit de grabbelton gaat is, hard. Is 15 euro's. Allemaal voor het goede doel, staat er ook op. Ja hoor! We hebben gewoon een winnaar. We hebben een winnaar nu al. Lekker! Ja, top. Ja, kies er één uit. Kies een grote knuffel uit. Alsjeblieft. Nice. Zo, dat ging snel. Ja. Hij had vet veel geoefend, maar wij pakten hem niet. Nee. Het is echt geluk hebben. Ja. Top. Dankjewel. Het was echt niet normaal. Iedereen pakt alles. Ja, maar alles aan. Je moet alles onder controle houden. Ze hebben telefoons. Ja. Ik heb hier een extra telefoon in mijn zak, want die pakte gewoon iemand uit de jas. Ja, uit een jas. Hij zag jouw jas, bij wijze van. Ja. Hij pakt die jas, hij haalt die telefoon. Hij zegt, hoe duur is die? Gast, die jat je letterlijk uit mijn telefoon. Ja, je pakt uit je jas. Hij zei, ja, ik kan geen Nederlands. Ja, vriend. Maar goed. Goed op de spullen letten. Ja, heel, heel goed. Dus ik zit alleen maar alles onder controle. Ja, precies. Ja. Ik denk die PS5 krijgen we ook nog wel weg vandaag. Ja, denk je? 30 euro? Ja, ik denk iedereen zit hem al, ook mensen zitten hem open te maken. En ja. Ze zijn best wel asociaal, sommige mensen. Normaal. Het is echt wel heel erg. Gewoon, het is pakken. Ook die camera hier gewoon werd van je schoot gepakt. Van hoe duur is die camera? En wat ik zei, die telefoon die gewoon gepakt werd. Ja. Zij loopt echt geld binnen te harken. Dat is niet normaal. Ze verkoopt die knuffels alsof het niks is. En we hebben een beveiliger ingehuurd. Ja, die hebben we ook netjes. Dus nu kan het niet meer fout gaan. Nee, nu kan het echt niet meer fout gaan. Dit wordt spannend. Nu gaat het gebeuren. Maar Wacht. Nee, leg maar neer, was grappig. Oké, maar kijk. F1, 365 dagen per jaar. Dus voor een tientje. Dat mag gewoon. En natuurlijk een kat-1 pakket. Nou, ideaal. Nu gaat het beginnen. Nice. Met de aanstekers erbij. Wat een timing, dat in langslopen. Ja, met de aanstekers. Dus je koopt een compleet setje hier. Inderdaad. Perfect. Oké, we hebben al een tussenstand, een kleine. We hebben voor ons personen is 5 euro. Wow. 15 euro. 25. 35. 40. 60 euro hebben we nu totaal opgehaald aan de spulletjes. Dat is super chill. Ja, kijk eens, het blijft doorgaan, hè. Het is gewoon, ja, helaas niet gewonnen. En net gewoon binnen 3-4 keer dat iemand gewoon al zo'n knuffel. Die zegt 2 keer grijpen, 2 euro. Hoppakee, meteen die knuffel, echt ziek. En dat gaat allemaal dus naar het goede doel. En dat is iets van, maar dat gaat best wel lekker. Ja. Echt dat we rond de 100 euro zouden zitten, dat zou echt chill zijn. Ja, ideaal. Ideaal. Ja. Echt. En het is perfect weer. De klanten gaan lekker hoor, zo. De klanten gaan echt lekker. Ja, ik ga even een paar keer een euro op de grabbelton, anders hoef ze ook niet te vragen. Nee, precies. Steeds een euro. Tijd is geld. Juist, we willen snel. Snel. Daar gaat het longboard. Die is weg. Ja. Ik had wel verwacht dat hij nog sneller wegging. Mooi hoor, de Ultra. Ja, nog in het oude kantoor was dat. Schieten was echt lijp. Ja. Die was tegen je bril. Die was hier zo, die ging er bijna in. Het is harder werken dan een webshop. Jeetje. Ja, een webshop is gewoon chill, geen klanten, gewoon alleen op de e-mail. En nu is het echt pakken, wat kost dit, wat kost dat? Is dat de vaste prijs? Gaat er nog wat af? Ja. En we zitten al lekker in de korting, hè? Dat zijn de kortingen. Nee, die knuffels gaan echt heel hard. Dat is perfect voor het goede doel. Ja, dat is echt top. Daar ging de PS5 doos. Ja, hoppa. Ja. De racebaan wordt ook getwijfeld. Zou mooi zijn. Ja, 30 euro is. Wordt het hem of wordt het hem niet? We gaan het nemen. We zijn aan het overleggen. Spannend overleg. This one? Yes, we take this one and the gun. And the gun, okay. Where are you guys from? Holland. Ah, Sint-Dobre. Dat is een mooie. 60 euro. Ja hoor, kijk eens. Ja. Van wat scoren we? Rustig. Nice. De opbrengst voor het goede doel alvast. Goede doel, ja. Jij gaat er vandoor. Ik ga er tussen. Houdoe. Dankjewel voor je hulp. Waters, dankjewel. Jij ook bedankt, je hebt goed verkocht. Wow, niet normaal. Ging echt hard hoor. Heel nice. Nou, wij gaan ons ready maken. Ga ik verkopen. Ja, gaan we nog de laatste beetjes uitverkopen. Mag ik een keer grabbelen? 15 euro. Zo! 18 plus, hè? Ja, dan... Kijk, er is al heel veel uit, hè? Ja, ik had net ook al geteld. In totaal 13, 14 keer gegrabbeld nu. Nu? In totaal. Dat is top. It's not dark. Hey, ik merk één ding. Ja. Als je hier gaat staan... Als verkoper zijnde op de hoek, dan gaan ze lekker grabbelen. Dan gaan ze grabbelen. Maar echt, er is nu zoveel uit inderdaad. Ja, wat zou ik eens vertellen? Kijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ja, en hier ook nog. 24 euro. Ja, dat gaat hard. Ja, en er was net een jochie die gooide er echt bijna 15 euro in. Toen zei ik van, nou, dit is echt lullig. Je moet nu echt stoppen, want hij ging maar door. Dus toen hebben we uiteindelijk aansteken. Ja, iemand had er toch wel, wat was het, 30 euro bijna of zo. Ja, dus die kon hem bijna kopen ook Maar hij zei van, het is toch voor het goede doel. Ja, dus, maar uiteindelijk had ik eentje ook een troostprijs gegeven van een aansteker. Want die gooide er zoveel geld. Toen zei ik ook, je moet nu stoppen, krijg van mij een aansteker. Ja. Want het is niet de bedoeling dat je al je geld erin gooit. Zei hij, nee, je hebt gelijk. Nou, nice. Ja, let's go, joh. De popcorn machine is ook verkocht. Voor een tientje. Mooie prijs. 20, 40. Yes? Oké. Okay. Have a nice day. Bye bye. Hoppakee.
Kijk waar ik sta. De slush. Hey. Lekker. Weg, gun. Met het filmpje erbij. Ja, ja meteen. Hoor. Ik zei het toch, als ik het filmpje erbij pak, verkoop ik hem. Oh, wat een dik spul. Kijk dan, wat een dik spul. Ja, maar die wil hem hebben, want hij kost gewoon nieuw 80 ja, euro. Ja, zeker. Ja, nice. Ruimte. Ik vind het spullen fijn als je in meerdere... We zijn aangesproken. Ja. We moeten weg. Ja, het vuurwerk moet weg inderdaad. Ja. Nou, we hadden er niks over gevonden, maar hun zeggen van ja, het is niet verstandig. Nee, dat nou, snappen we ook wel. Inderdaad, ze moeten het ook niet hier gaan afsteken, nee. Weet ik voor wat. Dus zeggen we er ook bij. Wegleggen. Maar inderdaad, de aanstekers wel. Ja, die mogen gewoon. Ja. Tching, want die verkoop ik best. Ja, dat gaat hard. We hebben geen vuurwerk verkocht nog, hè. Helemaal niks. Niemand koopt dit. Eén pakje knitter erin. Nou, goch valt op. Goch op. Daar gaan we. En hij wint daar hem. Gaan hij we. Wint hem. Eentje. Het is gewoon een papiertje die je gewoon een papiertje. Ja. En die openvouwen? Openmaken. Ja. Nee, die moet ik hebben. Is dit een video? Heeft hij gewonnen? Ja, hij heeft hem! Ja hoor, hij heeft hem! Hij heeft hem! Ja hoor! Ja hoor! Hij heeft hem! Ja, je mag hem weer uitzoeken! Zoek maar hem weer uit! Hij zei nog, ik wil die hebben voordat ik hem openmaak. Ja. Hij heeft hem! Hij heeft hem! Gewoon in één keer! Gefeliciteerd! Welke wil je? Welke beer wil je? Even uitmaken. Ja. Echt met zo'n eurootje. Ik ben blij. Plus, ik denk, hoe kan dat nou? Maar u heeft hem. Hoe vaak je wil, kost 1 euro per keer. Ja, ja hoor! Ja. Hij heeft hem! Hij heeft hem! Euro, winnaar! Kijk! Winnaar! Net een winnaar! Ja, ja! Je mag er eentje kiezen! Overkeren. Nee meneer, nee! Hoor je deze? Nou, we hebben nog 2 beren. Alsjeblieft, groter dan jou, joh. Kom op, zet hem op. Het bewijs was er net, hè? 2 keer gewonnen. Zeker. Nou, spannend. Andere kant. Ja! De volgende. Lekker. Hij heeft hem. Welke wil je? Kies maar een knuffel uit. Deze? Die muis? Kijk eens, Ratatouille. Heb jij nog eentje? Oh, kom. Hoi, nog een keer. Ja hoor. Wie weet pakt die nummer 2 ook. Andere kant? Nee, nee. Oh, helaas. Top, super, dankjewel. Ja, ik denk dat we klaar ermee, zijn. Hè? Want ja. Deze knuffel nemen we dan mee. Want kijk, iedereen is daar al leeg met zijn kraampjes, daar ook langzaam. En we staan er heel lang al. Ja. Het is gekhuis, onze handen zitten helemaal onder. Ja, oh, dat geldt je allemaal. Even dat geld. Goed was hoor. We gaan even tellen op kantoor, laten we alles meenemen. Ja. En dan is het TN. Ja, ik ben heel benieuwd naar de opbrengst. Hij staat er echt nog in, hè? We zitten er echt nog veel in. Ja. Maar we stoppen ermee. Ja. Ja, we stoppen ermee. Oei, 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 daar zijn we weer. Het was me een dagje wel, maar we hebben aardig wat opgehaald. En de grote vraag van vandaag is, hoeveel geld hebben wij nu opgehaald? Ik denk, net aan het laatst gingen we toch zo hard met steeds een eurotje, 2 euro, 5 euro, niet normaal. Jij hebt het goede doelengeld nu bij je. Ja. Ik heb nu het winstgeld. Precies. En dat gaan we dus nu eventjes tellen. Ja, ik denk dat jij meer hebt dan dat ik heb. Dat denk ik ook. Maar we komen er maar 1 minuut achter. Tellen. Kijk, ik leg in mijn hokje het geld. Ik heb hier goed. De eurotjes. Ja, nice. Maar ik had vooral heel veel briefgeld, want het waren natuurlijk grotere dingen. Slushpuppymachine, racebaantjes. Kijk, hier heb ik het briefgeld. Dat is serieus briefgeld, dus dat gaan we straks eventjes tellen. Ik heb een bakje met heel veel muntjes. Jeetje. Oei, joh. En dan denk je van, is dat alles? Nee, dat is niet alles. Echt niet. Daar gaan we. En allemaal briefgeld. Allemaal voor het goede doel. Dit is voor ons en dit is voor het goede doel. Ideaal. Ik zie nu al dat voor het goede doel veel meer is. Ja, dat zie ik ook wel. Ja, dit zijn gewoon al die knuffels en zo en dit is ons potje. We gaan tellen. Ja, tel maar. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 210, 310, plus 30 is 340, 370. Boy, yo. Zo. 340 en 70 cent. Dat gaat hard. Wow, gek. Ja. Zo, dat is veel. Dat is echt veel. Dat is echt heel erg veel. Ja, dat is ideaal. Ongekend. Nou, nu jouw potje. Dat moet nog meer zijn. Dat denk ik wel, ja. 200, 210, 220, 30, 40, 50, 60, 70. En jij had nog? 3,20 euro. 263,20 euro. Ja. Nou, ronden wij hem af naar 70. Dus dan doen we 370 euro voor het goede doel. Dus dan gooien we hier nog eventjes 2. Oh nee, dus dan moet van deze aan. 2, 4, 6, 8. Nog extra van ons eigen geld erbij. 270 euro bij elkaar verzameld.
met de knuffels. Dus ja, uiteindelijk ideaal is dat allemaal voor het goede doel. Ja. We gaan het nu meteen storten. We gaan een goed doel uitzoeken. En het goede doel is iets met kinderen. Want we iets hebben gedaan met knuffels. Dus we gaan op zoek naar een goed doel. En dan gaan we nu meteen €270 naar overstorten. Wij hebben gekozen voor Make-A-Wish. Dus we gaan €270 overmaken. We doen zelf onze 8 euro's erbij. Ik ga even mijn gegevens invullen. Ik ga meteen nu betalen. Ja, daar komt hij. Ja, daar komt hij. Ja, bedankt. Nice. €270. Hoppakee. Nou, hebben we met z'n allen hebben een leuke dag gehad. Hebben wij wat geld bijverdiend. Hebben we mensen gelukkig gemaakt. Beter kon niet. Ik vond het fantastisch om te doen. Heel leuk. Mensen, bedankt voor het kijken. Laters.